Mijn grappige gast is een charmante cabaretier. Ze schreef een bijzonder boek met de benaming Bang... met haar akelige angststoornis als onaangenaam onderwerp. Verder is ze een quasi-nonchalante quizzer, een perverse presentatrice... en ze zingt als een zwaluw. Zingen die mooi? Geen idee, maar het allitereert als een alvleesklier. Geef haar een absurd applaus, Lisa Loep! Ja. Yes! Ik dacht even dat je zou vallen met die hakken, maar nee. Dat heb ik jarenlang voor op toneelschool gezeten en dat soort dingen om dat te kunnen. Echt waar? Ja. Heb je daar vakken? Ik heb daar een master in hakken. Hakken over de sloot. Oh, wat leuk. Ja. Hoe gaat het met je? Goed. Ja, wauw. Sorry, maar ik kijk elke dag en om dan nu hier te zijn in dit warme bad is wel echt even heel erg bijzonder. Nou, ja. Dat vind ik heel leuk om te horen. Wat ben je allemaal aan het doen? Heel veel, ja. Ik heb 2 hele grote projecten dit jaar gedaan. Ja. Ik heb een boek geschreven. Ja. En ik heb een feministische datingshow gepresenteerd. F-Boy Island. En het komt allebei op dezelfde dag uit. Wauw. Ja. Dus je bent aan het pieken. Ja, ik hoop niet dat het daarna ook weer daalt. Meestal, maar dat het... bij pieken is het wel... Ja, dat is waar. Ik hoop dat het een soort helling. Plateautje naar boven verder. Oh ja. Ja. Dus dan een piek. En dan denk je, ah, ik sta bovenop en dan, oh, we kunnen nog hoger. Precies, ja, precies. Okay. Ja. Nou, wat een leuk jaar. Ja. Over dat boek. Het heet Bang. Ja. En het is een serieus onderwerp, want het gaat over angststoornissen. Ja, ik heb een angststoornis, maar ik hou er wel van om een beetje tegendraads te zijn. Dus het is een grappig boek over mijn angststoornis geworden. Ja. Want even voor de mensen die daar geen ervaring mee hebben, heel veel mensen ook wel, maar wat is een angststoornis? Bij mij in ieder geval, ik heb een gegeneraliseerde angst- en paniekstoornis. Ja. En dat houdt in dat ik veel last van paniekaanvallen heb gehad. En ik heb niet zozeer fobieën van ik ben heel bang voor spinnen of dat soort dingen... maar meer hypochonder, paniekgedachten, doemdenken. Ja, mijn hoofd neemt soms een verkeerde afslag. En dan denk ik dat ik doodga en een hartaanval heb. Maar dan eigenlijk is het een paniekaanval. Ja. Jeetje, want zo voelt het. Op stil. Ja, ja. Nou, ja. Maar... Het is een heel leuk, grappig boek. En wat voor momenten krijg je dit soort dingen dan? Nou, het is wel grappig dat jij dit nu vraagt eigenlijk. Oh jee. Want ik was echt zeer vereerd dat ik mocht komen. Want eigenlijk ben jij een beetje de aanleiding van het boek. Wacht even, ik heb heel veel mensen bepaalde emoties bezorgd. Maar angststoornissen... Angst bezorgd, dat weet ik niet. Daar zijn de psychiaters niet over uit. Of maar hoezo? Waar slaat het op? Nou, ik heb mijn eerste paniekaanval ooit bij jou in het publiek gehad. In de Kleine Comedie. Echt waar? Ja. En had dat te maken met wat ik zat te doen? Of? Nou, dat denk ik niet. Oké, maar jeetje, echt? Maar het is natuurlijk wel een heel bizar toeval dat ik nu hier bij jou mag aanschuiven. En dat het toen daar gebeurde. Ja, dus het staat ook in het boek. Het staat in het boek. Kun je daar iets van voorlezen? Nou, het ligt hier toevallig. Nou ja, nee. Ja, ja, bizar. Heel toevallig. Nou ja, dan wil ik het wel horen. Ik heb dit echt niet gehoord. Nee, dus ik nee. Ben wel... het is ook nog niet uit. Dus nee, okay. Jij bent de eerste die... Maar ja, omdat jij zo'n belangrijke rol in mijn leven speelt... Nou ja, zeg. Oké. We zijn voor eeuwig verbonden, Arjen. Oh jee. Oké. Oktober 2011. Ik zit in de Kleine Comedie bij een voorstelling van het Monica da Silva trio. Ik ben enorm fan van Arjen Lubach en Tim Kamps, die met z'n tweeën dit trio vormen. Ik geniet van hun flauwe grapjes over Mario die uitlegt dat hij Mario Kart in plaats van Mario Kaart bedoelt. En het briljante nummer Philip Frederiks, Ik ben je bitch niet. Die trouwens Philip Frederiks die ook een belangrijke rol in mijn leven gespeeld heeft. Ja. Ik moet lachen en verslik me. Ik krijg een heel raar gevoel in mijn mond. Alsof mijn tong te groot voor mijn keel is geworden en de opening naar mijn slokdarm blokkeert. Ik kan ineens niet meer slikken. Ik krijg het in één keer bloedheet. Wat is er aan de hand? Mijn hartslag versnelt. Ik ga sneller en hoger ademhalen. Dit gaat niet goed. Fuck. Ik voel een keiharde steek in mijn hart. Ik heb een hartaanval. Dit moet een hartaanval zijn. Oh mijn god, ik ga flauw vallen. Ik heb een hartaanval. Ik moet weg. Ik moet de zaal uit. Maar ik zit midden in de rij. Ik kan nergens heen. Wat moet ik doen? En ineens voelt het alsof ik in een film zit. Ik kijk naar mezelf van bovenaf. Ik zie mezelf zitten terwijl ik een hartaanval krijg. Alsof het leven helemaal niet echt is. Jeetje. Nou. Wauw. Ja.
Ja, wat bijzonder en dubbel dat ik daar een aanjager in. Ja, nou, ja. Ik snap wat je bedoelt. Het was zo goed. Ik was er zo van onder de indruk. Dat is de enige verklaring die ik ook kan bedenken. Ja. Ondanks je angsten kom je wel tot... bereik je wel van alles. Je hebt zelfs over Philip Frederik gesproken. Inderdaad, de slimste mens gewonnen. Ja. Ja. Well, ja. Dankjewel. Had je daar... Dat zijn... Ik vond dat altijd nerve-wracking. Had jij daar geen last van? Ja, tuurlijk. Ik denk dat elk mens zou het spannend vinden om daar zeker naast Marten van Rossum in de studio te zitten. Ja. Maar het gekke is, ik heb vooral angsten over dingen waar ik geen controle over heb. Dus het krijgen van een hartaanval misschien, of de celdeling in mijn lichaam. Ik ben altijd bang dat ik kanker heb ergens, basically. Mm-hmm. Maar me goed voorbereiden voor de slimste mens, of een datingshow presenteren of een boek schrijven, ja, daar heb ik voor mijn gevoel dan controle over. Okay. Kijk, het zijn ook... Het is een angststoornis, hè? Angst is eigenlijk een soort goed ding om te hebben. Anders dan... dat is bedoeld voor een leeuw, ik ren weg. Precies, maar ik zie leeuwen in mijn huiskamer, in kamerplanten... waar in principe geen leeuwen in zouden moeten leven. En ik heb wel eens gehoord dat inderdaad je brein geen onderscheid maakt... tussen werkelijkheid en je eigen fictie. Ja. Dus als je daadwerkelijk denkt, ik krijg een hartaanval... dan voelt dat hetzelfde als wanneer je een hartaanval zou krijgen. Althans, de angst die daarbij hoort. Nou, en ik weet gelukkig niet hoe een echte hartaanval voelt. Nee. En ik weet nu dat als ik dat gevoel heb, dat het een paniekaanval is. Ja. En ik moet ook zeggen, ik heb de diagnose 5 jaar geleden gekregen... en het gaat nu gewoon supergoed. Wat en fijn. Ik ben heel blij. Ja. Maar dat is wel een weg geweest. Dat heb ik in het boek... geschreven. Ja, wanneer komt het uit? 8 november. 8 november. Maar ik dacht wel, omdat jij zo'n superbelangrijke rol speelt hierin... wil ik je eigenlijk toch heel graag het eerste exemplaar alvast geven. Zodat ik nog eens kan teruglezen hoe ik mensen... En dat het allemaal goed kwam. Hier. Nou, wat lief, dankjewel. Nou, leuk. Er zitten ook allemaal tovenaars in en zo, zie ik. Nee, het boek is nog niet uit, dus dit is een dummy. Dit is je had je eigen verhaaltje erin geplakt. Ja, dat hoeft mensen niet. Nee, oké. Okay, ja, nou, bedankt voor de dummy. Heel erg bedankt voor het komen, Lisa Loe. Dames en heren, jullie bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond, op naar de maandag. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Wat leuk. Wil jij nog meer leuke verhalen horen? Na de uitzending speel ik met mijn gast altijd nog een spelletje. Het is met kaarten en ongemakkelijke vragen. En het eindigt ermee dat de gast de volgende dag belt om te vragen of het alsjeblieft niet mag worden uitgezonden. Benieuwd wat het is? Het heet Geheugenmemory. Je kan het vinden op NPO Start.